Dus sterke redenen om aan te nemen dat die insectenpopulatie afneemt en dat dat effect heeft op de populatie van vogels. Waarom is dat een probleem? Natuurlijk heel vervelend dat er minder vogels zijn en dat Ja. is natuurlijk niet zo Ja. mooi. Maar waarom is dat voor ons een probleem? Die link zoek ik nog. Insecten zijn cruciaal eigenlijk in elk ecosysteem. Pak een tik voedselketen in je zoeksysteem en kijk naar een aantal plaatjes van een voedselsysteem. Nou, dan zie je lagen daarin. Hè. Het begint met de planten en dan krijgen we de planteneters en vervolgens de carnivoren en dan misschien nog eentje erboven. In die die middenlaag, er zitten altijd insecten. Altijd. Insecten hebben een cruciale rol in dat hele systeem. Dus de vogels-insectenrelatie is er daar één van. Nou, wat zijn die rollen nou? Die rollen van insecten, dat zijn er eigenlijk dus drie of vier. Een van is dus voedsel. Die hebben we al gehad. Die hebben we net besproken. En tweede is bestuivers. Dat weten we ook. Heel veel insecten bestuiven veel planten. Heel veel wilde planten. Bijen, dat weten de meeste van ons wel, maar welke. Bijen, vlinders, zweefvliegen, motjes. Die bestuiven ook planten. Die bestuiven planten en die bestuiven ook onze gewassen. Driekwart van onze gewassen zijn afhankelijk. De vruchtzetting is afhankelijk van bestuivers. Dus dat is niet triviaal. En heel veel van die bestuivers zijn wilde bestuivers. Honingbijen werken heel hard, maar kunnen vaak niet de volledige bestuiving geven, zoals wilde bijen dat bijvoorbeeld doen. Dus dat is de tweede reden. Nou, de derde reden is: insecten. Hebben altijd een larvaal stadium. Hè. Dat zijn wormpjes, dat zijn kleinere beestjes. En die verpoppen en dan wordt het uiteindelijk een insect. Het gebeurt allemaal bij verschillende insecten op een wat verschillende manier. En heel veel van die larvale stadia, die zitten in de bodem of die zitten in het water. En in die voedselketens daar spelen ze opnieuw een cruciale rol. Dus heel veel van het voedsel in het water, van de omzettingen in de bodem, zijn afhankelijk van insecten. Welke rol spelen ze in de bodem? Nou ja, in de bodem spelen ze een rol als eten ze weet je, dood bladmateriaal of ze eten wortels, verteren dat voor een deel, poepen het weer uit, wordt het weer door anderen gebruikt. Dus in de omzetting van materiaal, wat cruciaal is. Waarom wortel? Waarom is het cruciaal dat zij de wortels eten? Ik zou denken dat dan, als je een gewas aan het groeien bent en een wortel wordt opgegeten, dat is toch niet wat je wilt. Heel veel, als het heel veel gebeurt, als je emelten hebt in je grasland, Ja. dat zijn de larven van langpootmuggen. Ja. En daar heb je er heel veel van. Dan gaat je gras finaal naar de Filistijnen. Ja. Nou, dat is het laatste wat je wil. En dan heb je te maken met een plaag. Plagen zijn natuurlijk een probleem, maar in een gezond systeem heb je ook knagers aan wortels, aan levende wortels. Net zoals je in een gezond systeem insecten hebt die ook blaadjes opeten, zoals sprinkhanen. Ja. Nou, heb je een sprinkhanenplaag, wat we gezien hebben de laatste jaren in Afrika, heb je een groot probleem. Maar die herbivoren horen er gewoon bij en zijn op zijn beurt ook weer voedsel voor andere beesten. Ja, het gaat even om de balans in het hele systeem. Ja. Nee, ik probeer te begrijpen waarom het nodig is in het ecosysteem dat delen van die wortels opgegeten worden door Wat larven. er nodig is, is dat er in de bodem dat er recycling optreedt en in het water ook. Dus heel veel van dit soort beesten eten ook dood materiaal, dus dode wortels of dode bladeren. Regenwormen nemen die naar beneden, verteren die voor een deel. De insectenlarven komen erbij, doen dat ook. Het wordt afgebroken door schimmels en bacteriën. Voedingsstoffen komen vrij, kunnen planten weer opnemen. Nou, zonder dat proces hadden we een gigantisch probleem. Dat zou gewoon het doodmateriaal niet afbreken. Dan zou er geen natuurlijke voedselvoorziening zijn voor Ja, planten. zoals ik het een En beetje. insecten spelen daar een cruciale rol in. Ja, zoals ik een beetje. Als ik het even vertaal naar mijn eigen woorden. Zorgen die insecten in de grond eigenlijk voor het equivalent van mest? Ze zorgen ervoor dat er inderdaad voedingsstoffen vrijkomen. Maar let wel, het is geen mest die van buiten op is gebracht. Het Ja. is mest die eigenlijk in het systeem zelf wordt geproduceerd. Ja. En die kringloop
van voedingsstoffen is cruciaal. Er zou geen enkel ecosysteem kunnen bestaan als er niet een hele goede recycling is van materiaal. Insecten spelen daar een belangrijke rol. En je zei net eerder dat 3/4 van onze gewassen afhankelijk zijn van veel de bestuiving. Wat bestuiving betreft. Ja. Wat bestuiving betreft. Betekent dat dat als dat inderdaad die insectenpopulatie, laten we zeggen, naar 0 of naar 10% gaat, dat dan 3/4 van onze gewassen eigenlijk afgeschreven kunnen worden? Dan hebben we een enorm probleem. En dan denk je van, nou, dat is, weet je, dat is een idee fix. Dat zal wel niet gebeuren. Maar het gebeurt nu al. In China, waar veel pesticiden zijn gebruikt, zijn de wilde bestuivers volledig uitgestorven. Maar dat zijn wel plekken waar af en toe gewoon abrikozen of appels of ander fruit wordt gekweekt. En als er geen bestuivers meer zijn, moet je dat met de hand doen. Er zijn gebieden in China waar mensen met een laddertje omhoog kruipen, een kwastje hebben en stuifmeel van het ene bloemetje op het andere brengen. Omdat ze anders gewoon simpelweg geen vruchtzetting hebben. Dat gebeurt op de dag van vandaag. Zover is het bij ons nog niet. Maar het is wel aangetoond dat onze vruchtzetting van heel veel gewassen, dat die echt afhankelijk is van die bestuivers. Dus ja, hoe ver kun je teruggaan voordat je echt een probleem hebt? Dat is even de vraag. Hebben we daar een idee van hoe ver we... Dat is heel erg lastig. Je ziet dus nu al dat die wilde bestuivers ook echt een bijdrage leveren aan die vruchtzetting. Dat is in verschillende onderzoeken is dat aangetoond. Als je een appelboomgaard hebt en die zit vlakbij bloemstroken waar veel wilde bestuivers zitten, dan krijg je een betere vruchtzetting. Ja. Natuurlijk, honingbijen vangen daar voor een deel dat op. Hè. Als bijenkasten in de buurt zijn, dan kunnen ze dat voor een deel doen. Maar nooit helemaal. Het zijn de wilde bestuivers. Dat is een hele gevarieerde groep die dat voor elkaar brengt. Die zijn daar heel erg belangrijk in. Dus het is nog een open vraag. En zoveel wil je het hier niet laten komen. Van ja, wanneer stort de zaak hier ook in? Ja. Zoals dus nu voorbeelden van elders in de wereld er zijn. Maar dat dit een kwetsbaar systeem is op het moment dat we een flinke hoeveelheid van onze insecten verliezen, dat is duidelijk. Waar in de wereld gebeurt het nog meer? Ik ken van verschillende gebieden in China. Ik ken geen voorbeelden van elders, al zou me niets verbazen dat die ook wel degelijk bestaan. En dan is de oplossing eigenlijk, of de manier waarop je daarmee om kan gaan als dat gebeurt, is simpelweg met een kwastje dat werk van die wilde bestuivers gaan overnemen. En dat is heel veel werk. En dat doe je nooit zo goed. Nee. Als de wilde bestuivers zelf. Nee, inderdaad. Maar als je een industrie hebt zoals in China, die daarvan afhankelijk is, en je hebt de menskracht, is dat de enige manier waarop je het kan doen. Ja. En hoe lang hebben we deze kennis al van deze ecologische verbanden? Nou, die is er eigenlijk al best wel lang. Maar ik denk wat iedereen dacht, goed, dat zijn ook de geluiden die we natuurlijk wel gehoord hebben. Van, ja, weet je, als er nou iets de grootste ramp in de wereld overleeft, dan zijn het wel de insecten en de bacteriën, weet je wel. Die kunnen overal tegen. Bacteriën is een apart verhaal, maar de insecten dus niet. Ja. En dat was natuurlijk wel de schok. Wij hebben dus met de Duitse data destijds kunnen laten zien dat met al die correcties die we net hebben gezegd, dus de correcties van het weer en dat soort zaken, dat we dus 3/4 van onze vliegende insecten zijn kwijtgeraakt over een periode van minder dan 30 jaar. 3/4? 3/4 is heel veel. En als je dat in aantallen noemt, over wat voor aantallen hebben we dan? Of is dat dat is, ja, aantallen op wat? Ik bedoel, maar weet je, iedereen die in die tijd leefde, die herinnert zich nog, weet je, hoe, ja, weet je, je horren in je raam moest hebben, want de wolken met muggen die kwamen binnen. Ja. Voerruiten die vol geplakt zaten met insecten als je naar Zuid-Frankrijk reed.